Beste kijkers, welkom terug bij Twins TV. Zoals jullie konden zien in de eerste aflevering, hebben we een gecrashte Vespa gekocht. Wat we helemaal gaan omtoveren tot een custom Vespa. Wat we precies in deze aflevering gaan doen, is de Vespa helemaal wassen. Zodat we exact kunnen zien welke schade we hebben en wat we moeten bestellen. Daarbij gaan we als eerst deze zadel demonteren. Want dan kunnen we ook wel lekker makkelijk bij en kunnen we wassen met een hoge drukspuit. Dus kijk mee! Nou, dan gaan we maar het zadel even demonteren. Nou, laat mij eens zien hoe het moet dan. Ah, twee keer inbus 5. Goed bezig. Hij is zo los. En dan is het zadel eraf en dan kun je het gewoon goed bij met de hoge druk. Maar hij is wel echt enorm vies, hè. Hij heeft al heel lang geen liefde gehad, deze scooter. Dan moet je het motorblok eens even zien. Dat is ook echt bizar vies. Deze leggen we eventjes aan de kant. Yes. Ik geloof het ook niet meer nodig. Nee, ik denk dat we ook een nieuwe gaan bestellen. Want die zadel dat ziet er ook niet meer uit. Er zit een hele hap in. Helemaal gescheurd. Nou, breng jij hem naar buiten. Dan gaan we hem even wassen. Yes. En dan gaan we het gewoon op een bepaald volgorde doen. Dus kijk mee. Beetje lucht in de leiding. Ja, zoiets. En de kraan niet opengezet. Oh, kijk hier. Dit staat nog zes. Wat is dat? Ja, gewoon knik in de leiding. Ja. Oh. Een keer een ander systeempje kopen, denk ik. Draadloos. Een beetje draadloos, inderdaad. Dat is wel een hele goeie. Kom. Gewoon, hè? Laat eens kijken. Van het zwart wat op die twee plakken. Thank you.
Bro, ik heb echt een geniaal plan. Laten we de onderkant ook even wassen van de scooter. Die heb zeker ook al heel lang geliefde gehad. Gaan we doen? Gaan we een paar banden eronder leggen en op zijn kant? Ja, doe maar gewoon. Doe maar gewoon. Het is toch al eentje met schade, dus hij moet toch opgeknapt worden. Ik heb liever dat hij helemaal schoon is. Hoe gaan we dit doen dan? Ja, leg maar gewoon twee banden neer. Misschien nog eentje zo die kant of zo. Wil je hem zo plat leggen? Zo. Ja, langzaam, langzaam. Ja. Hij blijft gewoon staan. Ja? Ja. Perfect. Bodem wash. Laten we even kijken hoe vies de bodem is. Hè? Zo. Niet doorgeroest, dus dat is goed nieuws. Zijn we heel blij. Ik was onderweg. Kijk eens. Ik heb zelfs een borstel voor je. Het is niet zomaar borstel, het is een wasborstel voor de afwas. Hij is niet helemaal doorgeroest, maar hij is wel een beetje roestig. Sterf is koud, man. Vieze, man. Dat denk ik niet van. Nou, hoge drukje erop. Welkom terug. Zoals jullie hebben kunnen zien is de scooter helemaal gewassen van top tot teen. Het is vandaag een nieuwe dag. Het was een beetje later geworden de vorige keer. Dus konden we geen verdere video's maken voor jullie. Dus we gaan vandaag de brommer helemaal strippen. Kijk met ons mee en geniet van deze tuin. Zijn wel aardig op weg. Dankjewel. Dat was wel hè. Zoals je kan zien zijn we aardig op weg met het strippen van de scooter. Stuurkappen zijn al volledig verwijderd, windscherm is eraf, spiegels zijn eraf. We gaan nu de beenschild eraf halen en treplank. Ik heb heel wat dingen losgehaald. Ja, het ziet er wel goed uit. Wow, vooral van binnenuit kun je schades heel erg goed zien. Zo, die is nog erger. Deze kant valt wel mee. Op zich moet het goed lukken. Het schadeherstel om te doen. Uitkloppen en dan flamuren. Oh, hier ligt nog een voetsteuntje van de treeplank. Die leg ik nog even bij de rest. Dit is bijna een hele compleet gestripte Vespa op de grond. Zo ziet dat eruit.
Maar ja, overal waar ik naar kijk is beschadigd en bekrast. Er zal wel veel werk aan zijn om dat weer goed te herstellen. Deze is ook gebroken. Knip dus de voorzijde. Sierlijst. Ook beschadigd. Ook beschadigd, hè? Dit is maar een halve sierlijst. Maakt niet uit, alles wordt besteld. Ja, daar gaan we weer, jongens. We zijn best wel heel ver gekomen in een hele korte tijd. Zoals je kunt zien, missen we iets. Dat is het volgorde. We hebben alles losgehaald. Uit elkaar gehaald. Kijk die deuken dan. Ja, vooral nu kan je het goed zien, hè? Al die deuken erin. Het is heel erg. Super erg. Ja, we gaan het gewoon fixen, dat is geen probleem. Nou, hij is echt wel heel goed gestript, de scooter. Hij is eigenlijk helemaal leeg. We kunnen nu eindelijk beginnen aan de schadeherstel. Maar eerst moeten we de binnenkant even een beetje schoonmaken, want het zit helemaal vol met zand. Zo, nu we dit gestofzogen hebben, kunnen we in de volgende aflevering kunnen we gaan beginnen aan het schadeherstellen van die twee deuken. Deze is wel echt super diep. En deze. En dan gaan we langzaam beginnen met spuiten, jongens. Dus kijk met ons mee. Vergeet niet te liken, te abonneren en te subscriben. En laat even weten in de comments wat je ervan vindt. En wat jij eigenlijk zou willen zien gebeuren aan deze Vespa. En misschien gebeurt het ook. Dus laat het even weten. En wat nog leuk is, misschien de kleur. We zijn nog aan het twijfelen over een paar kleuren die we moeten gaan laten spuiten. Maar ik zie het helemaal goed komen. Thanks. Peace.